En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond en nacht zullen er enkele regenbuien voorkomen in het binnenland, terwijl het kustgebied droog blijft. Voor morgen, ondanks aanhoudende heegheid, is er door tijdelijke toenemende bewolking een kans op een enkele bui aan het eind van de ochtend en het begin van de middag. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan worden, met buien die soms gepaard gaan met windstoten en eventueel rukwinden, voornamelijk in het kustgebied.